Hey, what Gucci teacher? Pannen, zeven vechten, knaas. Lindsay, ik ben jeugdverpleegkundige en wij gaan samen praten vandaag. Ja, oké, dus deze video wordt niet zo'n video wat ik altijd heb, dat ik heel blij ben. Natuurlijk ben ik deze video nog wel blij. Maar we gaan het even hebben over serieuze dingen wat jullie mij hebben ingestuurd. En dan ga ik jullie tips overgeven. En ja, nou eigenlijk ga jij de tips geven en ik stel de vraag voor. Want, ja, en jij ook tips. Daarom. De allereerste vraag is, ik heb iemand verloren, ik ben heel verdrietig, hoe kan ik me weer beter voelen? Nou ja, je hebt soms situaties waarbij je je gewoon heel rot voelt, hè? Ja. Dat kan zijn omdat je ouders gescheiden zijn, omdat je iemand verloren bent, omdat je ziek bent. Zoals wat jij hebt meegemaakt. En dan is dat soms ook een situatie die je niet zelf kan veranderen. Dus dat je ook moet leren omgaan met de situatie. Ik ben als eerste ook wel benieuwd hoe jij dat hebt gedaan. Nadat je wist dat je ziek was. En dat ook niet over zou gaan. Nou ja, ik werd automatisch naar Beatrix Oord gestuurd. Dat is een revalidatiecentrum. En toen moest ik daar revalideren. Dus toen gingen ze mij laten zien van hoe je kan sporten. En als ik me stopte, toen had ik nog wel een psycholoog en zo nodig. Dus daar heb ik wel tegen de psycholoog gezegd van. En wat heeft voor jou uiteindelijk geholpen om je zeg maar weer beter te voelen en om te gaan met datgene wat je hebt? Ik denk toch op uiteindelijk het tegen mensen te vertellen die ik ken. Want tegen een psycholoog is het makkelijk te vertellen, want die stelde vragen. En ja, het was iets waar ik me wel van schaamde. En toen ik het vertelde tegen een hele goede vriend van mij, toen durfde ik er wel wat meer over te vertellen. Toen was het wel meer van, ik heb iemand die erom denkt, die weet wat er aan de hand is. Dus dat was wel fijn. Ja, het is ook goed om te kijken naar dingen waar je misschien wel weer een beetje een blij gevoel van kan krijgen. Hè? Ja. Heel veel dingen voelen aan het begin misschien nog naar en verdrietig. Ja. En uiteindelijk met stapje voor stapje is het goed om te kijken van hey, waar word ik nog wel blij van. En misschien is dat aan het begin maar een heel klein beetje dat je er blij van wordt. Maar uiteindelijk kan je wel weer dingen gaan vinden waar je dan nou ja, wel weer je beter door kan gaan voelen. Ik weet niet of je dat zelf ook herkent? Ik had in het begin was ik heel bang om dingen te doen. Best wel logisch, want bij mij was de kans dat ik weer wegval. Natuurlijk van YouTube word ik blij. Maar ik wil iets hebben van, ja, dat ik nog blijer van werd. Dus ik ging een beetje muziek maken. Ja, en dat is heel goed, want dan vind je weer iets nieuws wat wel kan in de situatie, hè? Ja. En je hebt wel dingen moeten loslaten, maar je hebt ook wel weer nieuwe dingen wat dan wel weer misschien je passie kan worden. Ja. En wat je wel weer kan helpen om je weer beter te gaan voelen. En juist als je niet lekker in je vel zit of je bent verdrietig om een situatie, is het heel goed om dingen te blijven doen. Dus niet stil op je bank of op je bed te gaan zitten en bedenken wat allemaal niet meer kan. Maar juist proberen van oké, okay, wat kan dan nog wel en wat kan me misschien weer een klein stapje verder helpen. Vraag nummer 2 is, ik maak me zorgen om iemand anders, hoe kan ik hem helpen? Want soms heb je zorgen over iemand anders, hè? Dat je denkt, diegene, het gaat niet helemaal lekker, maar ik weet niet precies wat er is. En dan, dan kan het heel lastig zijn om dat te bespreken. Nou ja, ik denk dat het in ieder geval goed is om erover te praten. Ja. Proberen vragen te stellen erover, ook al voelt dat misschien spannend en ongemakkelijk. Dat je denkt, oh, dit is een beetje awkward om dit zo te gaan vragen. Maar juist door er heel specifiek te gaan vragen van, hé, wat is er aan de hand of kan ik je helpen? Dan heeft ook iemand de mogelijkheid om het te gaan vertellen. Wat nou als diegene zegt van, ja, mag niet. Ik wil niet dat je ermee praat met iemand anders. Maar ik vind alsgene dat het, ja, dat je het zelf niet kan en dat die wel hulp nodig heeft van anderen. Hoe kun je dat dan gaan doen? Ja, soms heb je dat, hè, dat je echt je zorgen maakt en dat iemand zegt, maar je mag er niks mee doen. En dat is een hele lastige situatie, want je wilt het beste voor die ander. En soms moet je dan ook beslissen van, oké, ik ga er toch iets mee doen, ook al weet ik dat die ander het niet leuk vindt. Maar je maakt zo'n keuze dan omdat je het beste voor iemand wilt. En het is dan ook goed om uit te leggen van, oké, ik ga dit toch vertellen aan iemand anders of ik ga toch hulp voor je zoeken, want ik wil dat het goed met je gaat. Ja. Jij bent belangrijk voor mij. Dus ik wil dat het goed gaat en ik zie dat het nu niet goed gaat. Dus ik ga daar iets mee doen. Ja. Kan heel spannend zijn, want je weet niet hoe die ander gaat reageren. En misschien is diegene aan het begin ook wel boos op je of dat ze verdrietig worden. Maar nou ja, uiteindelijk zie je vaak dat iemand er wel blij mee is, dat iemand de knoop heeft doorgehakt. Ja, ik had zelf ook, toen had ik tegen die vriend wat ik toen had verteld, de eerste keer ik zei van ja, vertel het tegen niemand anders. Want ik schaam me ervoor. Zei ik wil niet dat je het vertelt tegen iemand anders. Maar, wat doet hij? Hij vertelde wel tegen mensen die echt goed op mij passen. Dus op het duur was ik zo in de club. En ja, ik mag dus niet te veel dansen, gewoon echt springen en zo. En ik had heel veel gedronken. Ik was echt te druk bezig. En toen ineens kwam een vriend naar me toe van, yo, dit mag niet. En toen dacht ik wel van, oh, weet je, ik was wel dankbaar dat hij het wel had verteld tegen anderen. Ik was ook helemaal niet boos. Dus ik denk wel dat je niet bang hoeft te zijn om het te vertellen. Ik denk dat diegene juist gewoon
blij is dat je het wel ergens doet. Iedereen zegt altijd, praten met iemand helpt, maar hoe begin je eraan? Dus hoe begin je met iemand te praten? Vind ik eigenlijk wel een mooie vraag voor jou, want jij hebt de ervaring mee. Ja, bij mij ging het zo, de psycholoog die zei, ja, je moet het tegen anderen zeggen. Dus zei ik van, nee, dat doe ik niet. En toen zei ze van, ja, het helpt je alleen maar en als je het niet doet, dan helpt het je niet. Dus toen zei ik van, oké, ik ga het tegen iemand vertellen die ik goed vertrouw. Toen dacht ik van, nou, ik ga het misschien ergens vertellen deze maand. Beetje uitstellen? Ja, elke keer wel uitstellen, ja. Maar toen dacht ik van, ja, als hij me dan vraagt, ik kan sowieso zeggen. Ik was niet, af was ik best boos, zag raar en ik was niet mezelf. En toen kwam hij naar me toe van, joh, wat is nou aan de hand, waarom doe je de laatste tijd zo raar? Toen heb ik het allemaal verteld en ja, zo heb ik het gedaan. En hoe was dat voor jou, om het in één keer tegen iemand te vertellen? Het was raar, het was eng, hè? Want hij stelde vragen, gewoon van ja, wat is het nou en waarom doe je zo gek? Maar hij vertelt gewoon, maar het was wel een opluchting of zo, maar het was raar. Het was niet zoals ik. Ja. Dus het was wel moeilijk om te vertellen, maar daarna voelde ik me wel gewoon goed. En juist dat is wat ik ook vaak hoor, hè, van jongeren, als ze het dan eenmaal verteld hebben, dat ze zeggen, oh, dat lucht echt op. Mm-hmm. Alleen het is heel lastig om dat te beschrijven, want ik hoor het jou ook zeggen, hè, dat lucht op. Kan je dan uitleggen wat er dan precies op lucht, of hoe dat voelt? Ik was sowieso, die eerste paar weken was ik niet meer zo snel boos. Ik was niet zo opgefokt, want ik was gewoon blij dat iemand het wist. Dus dat iemand het omdacht, sowieso. En ja, ik weet niet, het was gewoon wat rustiger of zo, alles. Het was even van, ja, het is eruit, waar ik even mee zit. En daarna begon het wel weer, van begon mijn gedachten wel weer. En toen begon ik weer te praten en toen ging die gedachten weer weg. Het was niet waar je de hele tijd mee zat te denken, dat was even weg of zoiets. Ja. Heel raar gevoel. Ja, en ik leg het ook wel eens uit dat je zeg maar, als je ergens zorgen over maakt, hè, of je hebt een probleem. En dat zit dan soort van in je eigen rugzak. En ja, je hebt de neiging om dat voor jezelf te houden en om het alleen te dragen. Maar als je het met iemand deelt, dan voelt het een beetje alsof je de rugzak zeg maar samen kan dragen. Hè? Mm-hmm. Dus dat het minder zwaar wordt. Ja. Zo probeer ik het wel eens uit te leggen. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, zo voelde ik het ook wel. En ik vond het ook wel ja, op die manier wel fijn dat ik zelf niet de hele tijd om hoefde te denken. Want op de duur kon ik gewoon mijn ding doen. En toen was het zo van, joh, Steven, even wat rustiger. En toen was het zo van, oh ja, dankjewel. Ja, dus maar dat iemand met je meedenkt, ja, zeg maar. Maar ik kon wel mijn dingen doen. En dat was wel van, ik hoef niet te denken van, kan ik het doen of kan het zo of hoort het zo. Dat was gewoon van, doe het en iemand anders zegt wel van ja of nee. En soms kan het ook helpen als je denkt, ik weet echt niet hoe ik erover moet beginnen. Dat je het voor jezelf dan opschrijft. Ja. En je kan het zelf, je kan het voorlezen, maar je kan ook zeggen van, ik geef het papiertje aan iemand en wacht ik af wat de reactie is. Ja. Als het zeg maar te eng voelt om het rechtstreeks te vertellen. Ja, en anders, wat ook wel wat ik soms vrienden heb zien doen bij mij. Die stuurde gewoon een WhatsAppje van, man, via WhatsApp is alles makkelijk, kan je alles zeggen. Hij stuurde gewoon van, joh, ik zie niet zo lekker mijn vel. Dan stuurde ik, ah, vervelend. Dan stuurde hij van, wil je binnenkort praten of bellen? Want bellen ben je ook niet indirect meteen met iemand. Ja. Dus op die manier heb ik het wel een keer gehad dat iemand zei van, ja, ik wil gewoon even bellen. Toen zei ik, ja, oké. Ja, mooi. Ja, en dat voelt soms net iets minder eng dan dat je echt zo face-to-face met iemand erover moet praten als je dat nog nooit hebt gedaan. Ja. Ja. Dus dat is ook altijd slim. Hoe herken je een depressie? Dus hoe kun je eventueel een depressie herkennen? Ja, in de puberteit is het zo dat, dat het heel normaal is om je soms een beetje een dagje rot te voelen. Mm-hmm. Hè? Herken je misschien ook wel dat je soms een dag hebt? Ja, iedereen voelt zich gewoon een dag een keertje niet goed. Dus je hebt te veel gestapt. En dat dan ineens gewoon dat je gewoon moe bent en gewoon chagrijnig en gewoon. Ja. Ja, of gewoon random, ook al heb je niet gestapt. Het kan ook nog zo zijn dat je uit bed stapt en denkt. Oké, vandaag heb ik echt helemaal nergens zin in en moet iedereen stilhouden. Dat hoort er een beetje bij, heeft te maken met ook de hormonen die in je lichaam zitten en die daardoor soms ervoor zorgen dat je een dipje hebt. Ja. Is ook oké en dat hebben we allemaal wel eens. Maar nou ja, op het moment dat je je zorgen moet gaan maken is denk ik vooral op het moment dat het langer gaat duren. Hè, dat je merkt van hey, ik blijf in die dip hangen. Ik voel me eigenlijk helemaal niet meer zo blij. De dingen waar ik vroeger blij van werd, die schelen me nu niet meer. Mm-hmm. Ik heb geen zin om uit mijn bed te komen. Dus dat je eigenlijk constant je somber blijft voelen. Ja. En dat is wel belangrijk om dan bij jezelf na te gaan van hey, hoe lang speelt het al bij mij en moet ik dit misschien met iemand gaan delen? Om te kijken wat er aan de hand is en wat er misschien achter zit. En nou ja, of je daar ook hulp bij kan krijgen. Ja,
En stel je hebt het herkend en je voelt het niet goed, hoe kun je dan stel mensen benaderen die daar gewoon professioneel hulp in hebben? Hoe kun je die gewoon zelf benaderen? Want als ik, toen ik het had, wist ik niet hoe ik iemand moest benaderen of hoe het ineens werkt. Want dat is iets wat ik niet snap hoe het werkt. Als ik... Ja, dat snap ik. Kijk, wat je kan doen als, nou, zeg maar even een makkelijke manier, is dat je bijvoorbeeld gaat chatten. Dat kan bij jouw GGD.nl. Dat kan je anoniem chatten met een arts of verpleegkundige. En dan kan je je situatie vertellen en die kan dan ook met je meedenken. Dus die kan de eerste tips geven. Oh ja, precies. Ja, dat is wel handig. Ja. Ja, maar je kan natuurlijk ook iemand in real life opzoeken. Ik bedoel, je kan ook naar je mentor of naar de jeugdverpleegkundige op school. Ja. Of naar je huisarts, als je daar misschien wel een klik mee hebt. En dan proberen te vertellen wat er aan de hand is. Je hebt ook nog een website waar je terecht zou kunnen. Dat heet www.gripopjedip.nl. Daar vind je ook informatie over van wanneer heb je nou een dip, wanneer moet je denken aan een depressie. Kan je ook een testje doen op die website. Ja. En dat is soms ook wel, geeft een beetje inzicht om erachter te komen van hey, hoe zit ik in mijn vel en nou ja, moet ik daar misschien iets mee of niet. Ja, dat is wel slim. Dus dan kun je gewoon een test doen. Ja. En dan komt eruit van je zit goed in je vel, maar je hebt een dipje. Ja, je krijgt een soort van score. Ja. En dan is het. Zij kunnen natuurlijk niet altijd precies zeggen wat aan de hand is. Maar je hebt wat antwoorden ingevuld en zij geven dan advies van hey, misschien zit je wel tegen een depressie aan, ga eens een keer dit doen. Of, oh ja. Ja. Oh, dat is ja, en ze hebben daar ook online hulp. Dus als je het spannend vindt om er in het echt met iemand over te praten, kan je ook daar met iemand online erover praten. Ja. Deze video geholpen. Zorg dan zeker voor even dat je iets achterlaat waar jij misschien iets aan hebt gehad. Het zal super vet zijn. En wil jij nog wat zeggen? En ik hoop dat het jullie helpt om erover na te denken. Ja, en dan zie ik jou met je leuke kopie volgende week weer met een nieuwe video.